steeds in Tavira met Jorg. Hey. En hij heeft een nieuw derailleur, een nieuw tandwiel op zijn fietsen gezet net. En ja, het is echt één grote mislukking gewoon, want... Hele nieuwe ketting erop. Ja, werkt niet. Ja, hij is net even, het zit net even een beetje scheef, zeg maar. Zo, daar. Het zit net, hij moet een beetje, hij moet een beetje omhoog zo. Hij moet een beetje omhoog. Ja. Maar dat... ja, oefening baart kunst, hè. Dus aan het eind van de vakantie wil je fietsen maken worden. Nou, dus, nou, wij gaan zo in ieder geval, ik ga zo in ieder geval weg. We moeten hier om 12 uur van die camping af. We zaten op die camping en dan was die gast. Ja, we hadden dus, mochten we bij die buren staan, weet je wel. En dan hadden we eigenlijk gepakt of steeds het plaatje hiernaast in. En dan werd hij op een gegeven moment helemaal gepikeerd. Want dan was voor de derde keer gekomen. Ja, jullie mogen hier niet staan op dat plekje. Je moet op die plek staan. En zo heel die keer kijken. Het is helemaal leeg hier zo, weet je wel. Dan moeten we, nee, moeten per se dan hier zo op dit stukje. En dan gaan we ergens anders. En dat was echt, ja, die gast is echt helemaal kut, joh. Geweldig. Wat een zeikert. Dus, maar goed, gisteren trouwens echt de langste afstand gefietst tot nu toe was 113 kilometer. Wauw. Wow. Amazing. Ja, ja, kijk hem met zijn surfplank, jongen. Helemaal gek. Geen probleem ook. Zo, naar de golven. En dan ook een rugzak op ook. Bikepacking. Kom op. Geweldig. Ja, we zitten nu op de Eurovelo Atlantica route. Ja, het is hier prachtig. Hopen sinaasappelbomen. En ja, het is, de temperatuur is echt super aangenaam. Het is tegen de 30 graden. Of net in de 30. En ja, het is gewoon top. Mooi fietsen. Daar weer de zee. En daar weer... Water, water. Het water staat maar twee keer per jaar zo hoog als nu. Dus dat fietst extra leuk. Flamingootje! Flamingootje! Een perfecte temperatuurtje. En windje mee. En een spiegelglad fietspad. De zee zit daar achter die duin. Dom, dat kunnen we net niet zien, hè? Dat komt zo meteen. Wel een mooi fietspad zo met al die vlonders en zo. Oh, je vatje! Oh, je vatje! Oh, je bent je! Ja, dit riet stinkt dus niet. Nou, dat is heel bijzonder voor Portugese riet, want Portugese riet stinkt normaal keihard. Clean riet. Clean riet! Echt lekker. Ja, wij fietsen dus die Eurovelo route. En we gaan even een sinaasappeltje pikken hier ook. Lekker. Maar het kwam opeens op rit ten einde. Zo, what the fuck, weet je wel, waarom? Ja, zijn we klaar? Hè? Huh? We zijn er. We zijn er. Nou ja, goed, het zij zo. Hoi.